Hallo, leuk dat je weer kijkt naar het wekelijkse filmpje van Scrapbook Amerika. We hebben weer een aantal producten toegevoegd in de webwinkel. Om te beginnen heb ik hier de papertape van Martha Stewart. Vier rolletjes in een verpakking. Totaal ontvang je 4,8 meter, dus er zit heel veel op. Zoals je ziet, vier verschillende formaten ook van de rollen. Een hele grote, dan deze is, er komt erna. Dan heb je die met de ruitjes en dan met stippeltjes. Vier stuks in één verpakking. Dan heb ik hier ook nog van Seven Gypsies de ATC Tray Conservatory Kit. 27 stuks ontvang je. Kaartjes zitten erin en kleine die-cuts. Vlindertjes, vogeltjes, labeltjes. Allerlei soortjes zitten erin. En leuke kaartjes dan. Deze zijn nieuw. Dan hebben we ook nog de Naked Tabs van Seven Gypsies toegevoegd in de webwinkel. Deze waren uitverkocht, dus die hebben we weer ingekocht. Zoals je ziet krijg je vier tapjes. Ik denk dat het zelf erg leuk is als je een mini-boekje maakt om dit erin te verwerken. En dan stel je gaat op vakantie tijdens de zomer en je wil graag dingen in je boekje doen. Als je terugkomt en je gaat alles bij elkaar voegen. Dat je zegt van ik maak een tapje met foto's. Of zeg bijvoorbeeld de eerste week dat je weg was. Of de eerste dag, tweede dag, derde dag. Dat je zoiets alles erachter kan doen. Of dat je zegt ik wil foto's erachter doen. Of andere dingen die je hebt verzameld. Altijd leuk om dan iets hier op te zetten en dat je dan het boekje opdoet en dat je het in één keer kan vinden. Dus deze zijn nieuw. Dan hebben we 16 stempels van Stampers Anonymous van Tim Holtz, de components, toegevoegd. Ik heb een aantal kerst. Dan zou je denken, joh, zin, het is juni, kerststempels. Maar ik heb geprobeerd deze ook vorig jaar met kerst in te kopen. En toen waren ze elke keer uitverkocht. Dus ik wilde toch graag nu op tijd zijn, ook voor onszelf, maar ook gewoon voor jullie om het nu al aan te bieden. Er zijn vier verschillende van. De klinkstamps, die zijn, is dan rubber, wat dan vast is gemaakt op kling. En kling kan je weer op een acrylic blok plakken, zodat je dan goed je afdruk kan zien waar je stempelt. Want die zie je natuurlijk hier ook op staan. En de rubber stempel heeft ook heel erg veel details. Dus dat is ook erg mooi. Ik denk dat alle stempels ook mooi te gebruiken zijn met de Distress inkt van Tim Holtz van Ranger. Die we ook alle kleuren in de webwinkel hebben staan. En je zou ook de van Ranger Distress steen kunnen gebruiken. Maar ik denk zelf dat de inkt van Tim Holtz ook heel erg leuk is om dat te gebruiken dan van Ranger. Maar om te beginnen heb ik hier dus vier kerststempels. Ik zet deze even opzij. Dit is dan de Christmas Miracle. Dan heb ik hier zo de First Christmas. Dan is dit de Reindeer Games. En dit is dan de Santa Letter. Dus dit zijn de vier van kerst die dan nieuw zijn. En dan heb ik hier zo de andere stempels dan. En om te beginnen, die even opzij, heb ik hier de ticket. Met allerlei kleine tickets die erop staan, met allerlei verschillende teksten die erop staan. Dan heb ik hier een ledger. De game. Met bingo en ook een ticket die erop staat hier. En dan wat game pieces die erop staan zo. Dan is dit de photograph. De optimist. Met nummer 13 erop. De fairy garden. Is ook erg leuk met cijfers hier. En dan zie je vlinden en mooie takjes zo. Dan heb ik hier de tattered sparrow. De tattoo you. De birdsong. Mooi vogeltje met een kooi. De Circus Freak heb ik hier. Dan hebben we nog Paris Film. En dan is de laatste de Urban Tattoo. Dus deze zijn allemaal nieuw toegevoegd in de webwinkel. Per stempel kosten ze €4,95. Maar ik zeg al, deze gaan zo lang mee dat het altijd weer te gebruiken is. Alles wat ik nu net heb laten zien is te vinden op scrapbookamerika.com onder het tapje nieuw. Mocht je vragen hebben, kan je ons altijd e-mailen naar info@scrapbookamerika.com. We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend en we zien jullie bestelling graag tegemoet. En bedankt voor het kijken weer.